Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van BB Quality Vlees hier op YouTube. Vandaag maak ik voor jullie een lekker zomersgerechtje. Een gevulde, gegratineerde wrap met wat groentjes. Een beetje Zuid-Amerikaans gerechtje. Ik gebruik daarvoor een inside skirt, oftewel een stukje middenrif. Goed, een stukje middenrif zoals gezegd. Nou, een stukje middenrif is over het algemeen een mooi stukje middenrif. Centimetertje dik ongeveer. Heel duidelijk te zien hoe de draad loopt, hè? Dus als we daar gaan snijden, snijden we zo. En het is een biefstukje. Het is wel een werkspier, hè? Dus het is wel een beetje kouwen, maar wel een heel smakelijk stukje vlees. Ik heb nu een stukje mooi Angus gepakt, of gekregen moet ik eigenlijk zeggen. Ja, prachtig mooi stukje vlees, maar dit is echt hot en fast. Even snel een kleurtje erop, zo heet mogelijk, even grillen en dan wegleggen om te garen, zeg maar, als je het nog heel erg moet garen. Nou, om dit te kruiden gebruik ik een heel klein beetje koffierub van de Fik erin. Een lekkere, stevige rub, zeg maar, met een lekkere, bittere koffiesmaak. Daar kan dat stukje vlees kan dat prima hebben en dat rundvlees kan dat best dragen. Goed, de koffierub. Niet al te veel, maar er mag wel iets op. Andere kant. Goed. Dit past natuurlijk niet in één keer op de barbecue, dus neem even een mesje, snij hem even door de midden. En dan kunnen we hem in twee keer mooi bakken. Ik heb de barbecue ondertussen alle schuiven even open gegooid. 200 graden is hij. Ik heb een deel direct ingericht, er liggen best wel wat kooltjes in, zeg maar. En daar gaan we hem heel eventjes goed heet bakken. Je hoort het ook. Het moet natuurlijk wel eventjes, het moet wel even warmte krijgen, maar grillstreepjes vandaag helemaal niet belangrijk. Ze gaan in een wrapje, dus hoe ze eruit zien is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het gaat er wel om dat het even mooi die Maillard-reactie krijgt, een beetje dat karamelletje. Dus, hot and fast. Nou, en als dit dadelijk kleur heeft gehad, zet ik even een pannetje op het vuur hier, zodat de rest van de vulling van wat er in die wrap gaat, een klein beetje kan voorverwarmen. Want als ik nou dat dunne stukje biefstuk dadelijk in die wrap doe met koude groenten, ja, dan kun je je voorstellen dat die biefstuk tegen die tijd dat de groenten warm zijn, die biefstuk helemaal gaar is. En hij is dadelijk rood als hij er vanaf komt, maar hij mag best rosé zijn als we hem gaan eten. Dus eventjes die groenten voorverwarmen als dit ligt te rust. Nou, wat mij betreft mag hij eraf. Dus deze mogen even rusten. Dat leggen we gewoon vanaf hier even op de snijplank. Goed, het pannetje gaat even op de barbecue. Ik heb hier een klein beetje olie met een klein beetje knoflook. Als het pannetje dadelijk warm is, begin ik daar natuurlijk mee. En ik heb als garnituur voor in mijn wrapje, heb ik meegenomen wat kidneyboontjes, een klein beetje rode paprika en een beetje mais. Biefstuk, zoals gezegd, rust, maar die kan ik vast in reepjes gaan snijden. Dan kunnen we daar gewoon die wrapjes alvast op gaan bouwen. Goed, deze kunnen in de pan. Die kunnen in de pan. Het pannetje is warm zo te zien, hè? Begint zachtjes aan te bruisen. Moeten we een klein beetje vlot bij zijn, want ik wil niet die paprika of de knoflook verbranden natuurlijk. Het wordt heel gauw bruin en bitter. Mais is voorgekookt, kidneybontjes zijn voorgekookt, dus wat er als eerste bij gaat. Paprika een beetje. Heel even wat warm te krijgen. Kidneyboontjes erbij, mais erbij. Zo,
Heel eventjes nog, wij snijden vast de biefstukjes. Zoals gezegd, hè, dwars op de draad. De draad die liep zo. Een klein beetje handzame stukjes te maken. Snijden we die dus zo. En dan hoeft het dadelijk weinig meer te hebben. Dan is dit eigenlijk al klaar. Zijn de groenten eigenlijk al klaar. En dan is het een kwestie van in dat wrapje draaien. Nou, we beginnen eens even met een halve. En dan kijken we even gauw hoe het hier gaat. Nou, dit is klaar. Biefstuk klaar, groentje klaar. Wrapjes maken. Dekseltje even dicht van de barbecue, niet vergeten. Zo. Zoals gezegd, wrapjes. Nou, wat is de bedoeling? De bedoeling is vlees erin, groentes erin, wrapje opvouwen. En dan leggen we ze in het pannetje en daar bakken we ze dadelijk even af. Dus beginnen met. Dun, dun, dun. We leggen vlees erin. Een beetje groentjes. Hoeft ook niet al te veel te zijn. Hè? Het vlees is natuurlijk de hoofdrolspeler hier. Vier stuks in een pannetje. We dekken ze af zo meteen met een klein beetje kaas. En dat kun je heel lekker doen met een kaasje met wat jalapeno erin bijvoorbeeld. Of weet ik veel, als je dat lekker pittig wil doen. Ik heb gewoon een belegen kaas gepakt, hè, die houdt lekker smaak. En als je dat toch doet, ben dan niet te zuinig en ben dan niet te bang. Die kaas die geeft gewoon lekker smaak. En dan doe ik er nog een heel klein beetje van die koffierup overheen. Oké, nou die barbecue is goed heet. Nou, dat gaat in no time waarschijnlijk. Bij 300 graden zoals die nu staat. Zal dat mooi gratineren. Nou, dan gaan we even vast een bordje halen en kijken waar we dadelijk op gaan leggen. Goed, ik heb een bordje. En daar is het volgens mij gereed. Dus we gaan het pannetje eraf halen, even kijken hoe het geworden is. Aha. Kijk, mooi crispy. Ja, volgens mij precies wat we willen. Nou, eens even kijken of we hier een wrapje vrij kunnen maken. Snij hem even door het midden. Dan doen we er nog eentje bij. Zoiets. En dan heb ik daar nog een lekkere tomaten relish bij, zeg maar. Hè. Pica de gallo, iets in die geest. Lekker fris. Dit zijn toch wel de fijne dingetjes voor de mens, denk ik hoor. Goed, mocht je dit nu leuk vinden, hè, wat wij hier doen. Nogmaals, vergeet ons niet te liken, hè, op YouTube. Schrijf jij in voor de nieuwsbrief www.bbquality.nl. En rest mij alleen nog jullie een smakelijk eten te wensen. Smakelijk eten.